Ja, goedemiddag dames en heren. Leuk dat je even kijkt naar dit filmpje. We dachten bij DVS TV, we staan natuurlijk bekend om het livestreamen van uit- en thuiswedstrijden. En daar hebben wij tegenwoordig een ander boxje voor, een ander apparaatje voor. In het verleden deden we dat met OBS en een laptop. Daar hebben we ook al een keer een filmpje van gemaakt. Ik zal even een linkje in de beschrijving plaatsen naar dat filmpje. Maar omdat we nu een ander apparaatje hebben, dacht ik, kort voor de wedstrijd ga ik nog even wat laten zien over wat dit is, de YOLO Box, en hoe wij hem gebruiken. We maken hem gelijk even voor een nieuwe collega die wij hebben in het DVS TV team, zodat hij ook even terug kan kijken. Dus ik ga even stap voor stap door het apparaat heen. Lex, kan je het goed zien, het scherm? Is dat een beetje te bekijken? Nou, als je hem aanzet, dan kom je eigenlijk in een schermpje waarbij je nieuwe streams kan aanmaken. Je kan dit zo eigenlijk heel makkelijk doen. Voeg je de naam van de wedstrijd toe. Ik doe nu even test, als dat goed gaat. Even kijken, ja. Yeah. En ik zeg done. En je kan hem inplannen. En als je dat dan gedaan hebt, dan kan je naar het volgende schermpje. En kan je hem koppelen aan jouw YouTube of aan jouw Facebook of aan jouw Twitch of aan een website. Nou, wij gebruiken eigenlijk alleen YouTube. Dus ik vink even erboven staan. Vervolgens kies je of je hem openbaar wilt tonen, verborgen of privé. Nou, ik doe hem nu even verborgen. Anders krijgen jullie gelijk allemaal een melding dat we live zijn. En dan hebben we hier een aantal minuutjes. Nou, ik ga er even per minuut doorheen. Als wij hier zo een USB-kabel in doen en die ook in de camera prikken, dan komt hier het beeld te staan. Dat hebben we nu even niet. Maar normaal is dat dus een van de video sources. Nou, de andere twee ga ik nu even toevoegen. Heb je hier local video 1. En daar tonen wij het pre-livestream filmpje. Dat is eigenlijk dit filmpje dat je ziet voordat we live staan. Nou, we hebben er ook één voor in de rust. Die voeg ik even toe als local video 2. Rust. Done. Nou, en als derde staat hier dus normaal gesproken de wedstrijd ertussen. En dan kan je heel makkelijk switchen tussen je video source. Dan hebben we hieronder nog een mogelijkheid om overlays toe te voegen. Gebruiken wij nooit. Bijvoorbeeld een titeltje of iets wat je extra aandacht aan wil geven. Dat kan. Doen wij niet. Geluidsinstellingen. Dan hebben we hier, kom ik zo bij het scorebord, hebben we hier de YouTube comments. Dus je krijgt dan live te zien wat mensen in de chat zetten. Hier heb je nog een mogelijkheid om extra instellingen te bepalen voor het switchen als je meerdere camera's aan de YOLO Box hebt toegevoegd. Doen wij ook niet. En als laatste hebben we de instellingen. Daar wil ik even één ding uitpikken. En dat is namelijk de encoding settings. En daar zie je staan met hoeveel kilobyte per seconde je livestreamt. De kilobyte hangt een beetje af in ieder geval van de kwaliteit van je internetapplicatie. Hier bij DVS hebben we hele goede wifi. En we hebben zelfs ook gewoon een vaste kabel. Die kan hierin. Maar de wifi is zo goed dat we dat gewoon met de wifi doen. Dat betekent dus dat wij hem altijd op de beste stand zetten. En dat is 8000. Bij uitwedstrijden dan is de wifi soms wat minder of hebben we geen wifi. Maar dan hebben we een andere uitkomst. En dat zit hier. Een klein 4G kaartje. Een wedstrijd kost ongeveer een gig aan data, dus dan kan je uitrekenen hoeveel data je nodig hebt op een simkaartje. Maar dan zet ik hem meestal tussen de 4 en de 5 of 6.000. Maar goed, nu laten we hem dus op 8.000 staan. En als laatste ga ik nog eventjes dan het scorebord laten zien. Heel makkelijk, je vinkt hem aan, dan komt hij in beeld, kan je hem verplaatsen. En hier kan je eigenlijk een aantal dingen doen, hè? Uiteraard de score, maar ook de tijd kan je bepalen. En je kan ook hier zelfs bij scorebord styling kan je de namen van de teams toevoegen en ook de logootjes. Nou, begin van het seizoen zetten we altijd de logootjes op de SD-kaart die in de YOLO Box gaat. En dat zijn eigenlijk gewoon kleine afbeeldingjes, PNG-afbeeldingjes voor de experts. Nou, ik pak hier gewoon even een willekeurige Almere City. En dan toont hij die naast de naam van de vereniging. Je kan ook de kleuren aanpassen, de tekstkleur en de achtergrondkleur, de lettertypes. En zo bepaal je zelf eigenlijk hoe het scorebord eruit ziet. Dus dat is wel een handige functie. Nou, en als ik terug ga naar het vorige menu, kan je daar ook de tijd starten. Dus dat is wel een handige functie. Nou, ik denk dat het zo wel mooi is. Dan heb je een beetje snel gezien hoe dat apparaatje werkt. Ik zal een linkje ook in de beschrijving plaatsen naar al onze apparatuur die wij gebruiken.
Dus mocht je denken van, hey, wij gaan ook livestreamen, dan weet je in ieder geval wat DVS TV gebruikt. Dan heb ik nog een aantal algemene tips. Als je gaat livestreamen, zorg altijd dat je even contact opneemt met de vereniging waar je gaat livestreamen, zodat je wifi en wifi-codes kan regelen. Zorg dat je op tijd bent. Het kost toch altijd wel, ik denk, Lex, een half uurtje ongeveer voordat we het hebben. Dat heb je ongeveer wel nodig. En je wil gewoon zeker weten dat het al, als het 2:30 is, dat je dan klaar bent om op de rode knop te drukken en live te gaan. En verder, experimenteer ermee, oefenen, kracht van herhaling. Wij zijn eigenlijk best wel bedreven momenteel, al gaat er altijd, kan er best wel eens wat misgaan hoor, maar hebben we het redelijk snel goed voor elkaar. Dus absoluut een aanrader, ga livestreamen, daar doe je heel veel mensen een plezier mee, je krijgt een hoop leuke reacties. En dat was het een beetje, dus dankjewel voor het kijken en succes met de mogelijke plannen.